je mentale dinges. Wat doe jij nou? Ik had toch groen? Leuk dat je kijkt naar een aflevering van Nieuwsgierig. En Mo, weet je waar ik nou heel erg nieuwsgierig naar ben? Nou? Nou, mijn vrienden beweren dus dat ik niet kan rijden. Sterker nog, ze zeggen dat ik nooit mijn rijbewijs zou halen als ik nu opnieuw afrijd. Mm-hmm. En ik ga vandaag het tegendeel bewijzen. Mag ik jouw rijbewijs? Dat vind ik helemaal niet erg. Mo, ik ben echt super zelfverzekerd dat dit me gewoon gaat lukken vandaag. Ja, jij denkt dat je deze tekst terugkrijgt? Ja. Oké, dan gaan we eerst je theorie-examen halen. Daar ben ik iets minder zeker van. Kom maar mee. Oké, Liek, jouw eerste onderdeel van je examen halen vandaag is je theorie halen. Ja. Ik wens jou heel veel succes. Thanks. Dag, ik ga mijn best doen. You better. Oké, start het theorie-examen. Gevaarherkenning. Wat moet je doen? Gas loslaten, want het is ijzig, dus niet remmen, want dan glijden. Wat moet je doen? Oh, het is gewoon elke keer dezelfde vraag, maar anderen zitten. Oh, de tijd! Niets! Niets doen! Ha, topper! Wij zijn hier vandaag een item aan het draaien over Lieke. En die gaat opnieuw haar rijbewijs halen. En ik heb gehoord dat jij onder andere ook vindt dat zij echt niet kan rijden. Lieke is zeg maar een hele agressieve rijder vooral. En Lieke kan niet schakelen. Wat moet je doen? Er is niks aan de hand, niets. Of moet ik rekening houden met de vrouw? Nee, die houdt rekening met mij. In welke situatie moet je de voetgangers voor laten gaan? Weet ik veel, ze wachten maar. Ik zou in beide gevallen gewoon doorrijden eigenlijk. Waarop gaat Lieke zakken, denk je? Ja, dat ze zeg maar niet vooruit gaat kijken. Dus dat ze zeg maar niet verder kijkt dan deze lang is. Ja. Snel afgeleid gaat. Vraag me überhaupt af of ze alle verkeersregels nog weet. Omdat ze ook een ding zijn. Ik snap niet wat ze dit hebben bedoeld met verplicht. De kleuren betekenen ook nog iets. Rood is verboden. Blauw is een regel. En geel is ook iets. Zij is denk ik wel de enigste waarbij ik in de auto heb gezeten, waarbij ik echt dacht van oeh, als dit maar goed gaat. Ja. Ik denk dat dat dingetje olie is. En dat is temperatuur. Een temperatuurmeter, dus dan is het sowieso deze. Wat moet je doen? Ik moet naar rechts. Maar ja, er zit een auto achter mij. Niets. Die houdt maar rekening met mij. Hoe hoog schat jij de kans dat zij de rijbewijs kan halen nog een keer? 0-0. Ik denk dat het nog best wel zou kunnen gebeuren als ze hem gewoon niet haalt eigenlijk. Ik ben benieuwd of ik straks op het nieuws zie dat er iets ergs is gebeurd. Aan welke kant van de weg staat dit? Ik heb dit nog nooit gezien. Het zal wel rechts zijn, want je rijdt op de rechterkant van de weg. Oké. Dat was hem. En nog binnen de tijd ook. Dat vind ik al een prestatie op zich. Zo. En? Ja, het ging wel goed. Ja? Ja. Dus denk je dat je geslaagd of gezakt bent? Ik twijfel door gevaar herkennen. Dat ging gewoon te snel. Ik kon het niet volgen. Maar dat andere onderdeel ben je denk je wel geslaagd? Daar heb ik denk ik 4 fout. Oké. We gaan naar 10. Ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd. En nu de auto in. Kom. Ja. Let's go. Lieke, dit is Remco. Hey. Jij gaat vandaag bij hem afrijden. Ja. Welke cijfer zou je jezelf geven als je naar jezelf kijkt in het verkeer? Ja, ik denk oprecht wel een 8,5. 8,5? Ja, Mo, ik heb nog nooit wat geraakt of nee, iemand maar geraakt. Als ik al jouw vrienden mag geloven, is dat geen 8,5. Ja, maar ik weet ook echt niet waar zij die info vandaan halen. Lieke, als je zelf iets zou moeten benoemen, waar zou je dan aan willen werken? Ja, ik ben niet zo goed in inparkeren. Inparkeren? En dan voornamelijk file. En hellingproof vind ik heel lastig. Heb je een beetje een uitdagende, leuke route voor Lieke in gedachten vandaag? Ik heb wel wat leuks in gedachten. Kijk. Ja. Gaat helemaal goed komen. Ben je klaar? Ik ben klaar. Ben jij klaar? Ik ben er wel klaar voor. Oké, kom, dan gaan we. Top! Hoeveel gordels kan je omdoen in deze auto? 3 achterin. Ga ik jou de sleutel geven? Dan gaan we beginnen. Zin in. Iedereen zijn gordel om. Ja, goed. Very important. Vraagt, oh, spiegels. Op zich handig. Here we go. Woemtiedoem. Vind je het spannend? Wat voel je nu? Kijk, je wil het wel goed doen, toch? Ja, dus je let wel extra op de boordjes en zo. Ja. Hoe hard mag je? Je hebt je theorie gedaan, toch? Ja, ik doe wel op gevoel. Hallo, Conjo. Oh, daar gaan we. Steekt gewoon over. Oh, wat leuk, die slingers. Kijk nou, Mo. Zijn we even stil voor de stopstreep? Hoort dat voor de stopstreep? Ik dacht dat ik al stil stond. Dat was absoluut een ingreep. Maar niet helemaal nodig. Nou, anders was je er overheen gereden. Ik ga vanaf nu niet meer praten. En niet meer om me heen kijken. Oh,
waarom? Ja, het is oranje. Dan ja, stoppen. Ik was. Oké. Ik was hier echt doorgereden. Ja, maar Mo, ik probeer mijn rijbewijs te halen hier al. Ja, I know, maar soms is harder op je rem gaan gevaarlijker dan. Jij probeert gewoon hier nu mij. Nee, maar dat is gewoon. Ik zeg gewoon wat ik denk. Nou, probeer gewoon wel lekker te blijven rijden zoals je dat normaal gesproken ook zou doen. Daar gaat het juist mis, daarom zitten we hier vandaag. Dus één, toch? Ja. Jij rijdt. Het duurt wel lang hier, hè? Voordat hij groen is. Oh, daar gaan we. Hallo! Nou, die rijdt wel heel slow. Ik kan echt niet rijden. Een kip! Kijk, er staat aan een kip. Kom maar, kippetje. Ja, heeft de kip voorrang? Oh, er zijn er meer! Oké. Sorry, kip. Wij moeten door. Dag, kip. Liek, ik heb het wel een beetje warm. Zou jij de airco een beetje uit kunnen zetten voor mij? Ja. Zeker, dat ja, wel echt gewoon. Even snel, want ik heb het echt heel benauwd hier nu. Ik weet niet hoe dat moet. Oh, hier Max. Hij doet het. Oh, nou, doe toch maar uit. Ik vind het vrij koud eigenlijk. Mo, ik vind het echt super. Ja, sorry, maar ik heb altijd echt last van mijn keel van de airco. Dus. Ja. Maar ik wilde even weten of je wist waar die zat. Nee, gaat goed. Ja, zie je ja. Waar die voet naar die rem gaat. Nee, ja, let nou maar gewoon lekker op je eigen. Jij rijdt zo ver door. Mag je over die lijn heen? Welke lijn? Oké. Okay. Stopstreep. Hoe vind je het gaan tot nu toe? Nou, iets minder goed dan hoe ik normaal rij. Want? Waardoor komt dat? Door de druk. Wat zou maar ik ben me wel goed doen? Aan het herpakken. Het is gewoon, weet je, je mentale... Dinges, wat doe jij nou? Ik had een groen. Ja, maar hij ook. Oh, die zag ik niet. Kut, en Mo, ik ga niet meer praten vanaf nu. Oké, sorry. Want anders dan komt het niet goed. Ik heb de tweede keer nu ingrepen. Oh, mijn hart zit echt in mijn keel. Hey, je mag in deze straat even een plekje zoeken om te file parkeren. Mag ik hier parkeren? Ja, maar wel file parkeren. Kijk even eerst op de pook. Ja, hij moet helemaal naar links voor. Induwen? Oh, wacht. Juist. Ja, mega onhandig. Ik kom verkeerd aan. Die moet gewoon heel even op mij wachten. Ja, is dat zo? Ja. Of ben jij gewoon een bijzondere verrichting aan het doen? Ja. Ja. Kan dat nou niet passen dan? Ik vind het niet meer leuk. Er staan wel echt een aantal auto's te wachten nu, jullie. Maar even zo ga ik nou wel een file, hè? Sorry. Je moet in ieder geval iets doen. Stilstaan kan sowieso niet. Je hield op de stoep. Nee. Je zit nou tegen de stoeprand aan. Ja, ik ben er helemaal misselijk van. Hier, hoppa. Vervelende pook dit. Mm-hmm. Extra! Ja? Oké. Okay. Dus je bent tevreden zo? Nou, niet helemaal, maar okay, ik vind nou het los ook... maar op. Sta je al in het vak? Bijna. Sta je recht? Nou, ik sta niet op de weg. Oké, dan gaan we weer. Oh. Mag ietsjes rustiger, hè? Zie je die helling hier zo, dat bruggetje? Ja. Daar gaan we even stoppen. Dan gaan we een hellingproef doen. Wat moet ik doen? Wegrijden. Hoppa, geen probleem. Zo, hey. Die hellingproef ging wel goed. Wie heeft hier voorrang, Lieke? Hij. Waar komt zij vandaan dan? Van die... ik denk dat ik toch wat meer foutjes heb bij mijn theorie dan ik dacht. Ja, kom je daar nu achter? We gaan zo meteen linksaf op de rotond. En hier komen niet ineens mensen ook doorrijden. Jij moet er heen? Oh, ja, geen idee. Wat een gekke rotonde dit. Wat ben je aan het doen, vriendin? Ik moest links toch? Ja, waar is links? Maar links is dan nu rechtdoor. Niet doen. Oh. Maak maar een heel rondje. Nog een rondje. Oké, okay, dan gaan we het nog een keer proberen. Of doe ik het nu weer verkeerd? Moet deze rij hebben. Ja? Kan ik dat nog fixen? Mag dat voor jou? Nee. Mag ik zit niet er naar een auto naast je? Nee, je moet wel daarheen. Kijk, dat is ook het stomme. Normaal fix je het allemaal op je eigen manier en nu moet je ineens aan de regels houden. Dus normaal hou je niet aan de regels, zou je zeggen.
Nou, ik hou het wel veilig. Maar je doet het toch op je eigen manier. Wat hebben mijn vrienden gezegd tegen jou? Dat je heel snel afgeleid bent. Dat je niet kan schakelen. Dat snel afgeleiden, dat is wel echt niet wat ik zie. Er hoeft maar iets te gebeuren en je bent ermee bezig. Lekker zo'n drempeltje. Maar echt super irritant dat hier zitten. Wat? Oh. Dat is rood, hè? Niet gezien? Nou, nog niet. Maar ik zou hem op tijd gezien hebben als ik... Kan jij nooit gewoon een keer zeggen dat klopt? Ja. Ik zit nog een meter van die stopstreep. Schat, dat is geen meter. En dat is met je neusje sta je er nu nog net voor. Ja. Daar blijven. Jack zelf, toch? Ja, ik hielp een beetje mee. Ik word gewoon helemaal zenuwachtig van het idee dat ik examen aan het doen ben nu. Dan denk ik, oh, je moet aan zoveel dingen denken. Maar moet je dat met normale auto rijden niet doen? Jawel, zeker wel. Maar dan heb je wel een soort van je eigen stijl. Daar... Wie zo meteen rechtsaf de keertrein op. Mag je hem in het parkeervakje dichtst bij zijn en bij de hoofdingang daar neerzetten. Nou, wat doe je dit goed. We made it! Zet hem maar uit. I'm live. Zo. Ik ben blij dat het erop zit. Ben je blij? Ja. Ik moet wel echt zeggen, dit was wel echt mijn slechtste rit tot... Oké, dus ik heb het... Ik zat er bij de allerslechtste ooit bij. Ja. Okay. Ik weet niet waar het aan lag. Nee, ik zou het ook heel echt gek. Niet... Heel raar. Heel gek. Wat denk jij? Ben je gezakt of geslaagd? Nou, ik wil de spanning er niet afhalen, maar ik denk dat die spanning er überhaupt niet is. Ik denk dat iedereen wel weet dat ik gezakt ben. Nou, we gaan even naar binnen en we gaan het even op de officiële manier bespreken. Ik ben wel benieuwd naar mijn theorie. Misschien kan ik daarmee een beetje compenseren, toch? Ja. Toch? Ja. Nou, Remco, verlos ons. Wat heb jij gezien net en wat is jouw conclusie? Nou, laten we als eerste beginnen met de uitslag. Helaas heb ik nog geen goed nieuws voor je. Dat betekent dat je gezakt bent voor het examen. Het is al de tweede keer in mijn leven dat ik dit hoor. Eigenlijk is het zo bij één ingreep, toch? Ben je gezakt? Wel. En hoeveel heb ik er gehad? Meer dan één hand, zeg maar. Ja. Waren ze echt nodig? Anders schrijf ik niet in. Ja, toch gek dan. Het allerliefste had ik gewoon gezien dat jij natuurlijk gewoon lekker was geslaagd. Ja, ik ook. En de theorie? De theorie was ook helaas onvoldoende. Gevaarherkenning had je 18 fout. Van de 25. Ja, dat is niet genoeg. Dan. Dat is niet genoeg. Dan zit je er ruim onder. Een stukje verkeersregels, daar moest je er 10 goed hebben van de 12. Daar had je er ook 10 goed. Dus daar ben ik geslaagd. Dat onderdeel zou je dan geslaagd zijn. Gelukkig. Nee, er is niks gelukkig, want je bent niet geslaagd. En als ik het dan heb over een stukje verkeersinzicht, had je 28 vragen. En dan moest je er 25 goed hebben. En je had er maar 21 goed. Hoe kan jij zo positief zijn als je te horen krijgt dus dat je daar had je 7 fouten in een stukje verkeersinzicht. Ik moet wel zeggen dat ik hiervan schrik. Ik heb mag wel... ook wel, ja. Ja, dat gezegd hebben we... Ik ga je rijbewijs wel teruggeven. Oh. Als je mij wel belooft dat je wel aan deze puntjes nog gaat werken. Ja. En misschien nog even een extra lesje gaat nemen. Ga ik doen. Nou, Remco, thanks voor vandaag. Thanks dat je bij me in de auto durfde te stappen. Alsjeblieft, graag gedaan. En dankjewel dat je mijn leven gered hebt vandaag. Graag gedaan. Ook een klein beetje eigenbelang, want ik zat zelf ook in die auto. Ja. Dat is waar. Nou, conclusie lijkt mij duidelijk. Ja, ik vind het wel echt gênant. Het is echt gênant. Is het ook wel een beetje. Laat even in de comments weten wie van jouw vrienden ook absoluut zou zakken, want ik kan niet accepteren dat ik de enige ben. Laat het vooral even weten en we zien je volgende keer. Joep. Tot de volgende. Zou ik rijden, Mo? Nee, Lieke. Ah, come on. Ik heb een rijbewijs. Ja, het is goed met je.